Het belooft een warme winter te worden op de Waddenzee. Staatssecretaris Wilma Mansveld heeft de Tweede Kamer laten weten dat er vanaf 1 februari geen plaats meer is voor twee rederijen die de veerdienst op Terschelling onderhouden. Rederij Doekse is vanaf die datum de enige veerboot met vergunning. De eigen veerdienst Terschelling mag vanaf die datum geen gebruik meer maken van de aanlegvoorzieningen in Harlingen en op Terschelling. Rederij Doekse heeft direct laten weten dat de komende winter alle veerboten volgens de normale dienstregeling zullen varen. Eerder was aangekondigd dat er om economische redenen minder gevaren zou worden en dat de medewerkers ontslagen moesten worden. Ook dat lijkt nu van de baan. Prijsvechter EVT legt zich overigens niet neer bij het besluit van de staatssecretaris. De in 2011 aan Doekse verleende concessie voor 15 jaar zou in strijd zijn met de Europese regels.